Hallo, ik ben Bo en ik loop stage bij 1 Twente. En deze week doe ik voor jullie het nieuws. Welkom bij Haaksbergen in beeld, het programma met het grote en kleine nieuws uit Haaksbergen en omgeving. Onder grote belangstelling is op 30 augustus 2017 de Jumbo-vestiging van de familie Leuzink geopend. RTV Stennet nam een kijkje binnen en sprak met enkele klanten. Goedemorgen, u bent bij de opening van de Jumbo geweest. Hoe is het u bevallen? Ik vind het een hele mooie ruime winkel. Het is eerst even zoeken, maar ik denk dat het binnen de kortste keren wel lukt. En heeft u ook gezien dat het groter is geworden? Het is veel groter, je moet meer meters maken, dat wel, maar het is wel mooi ruim. Een beetje druk vandaag, was te verwachten. Maar wat voor indruk heeft het op u gemaakt als u binnenkomt? Een hele goede. Ja, een ruim assortiment, zelfs stemmen vind ik ideaal. Nou, bevalt me prima. Ik moet wel zeggen dat het echt de eerste keer is dat ik hier binnenkom. Dus het is wel even zoeken. Maar het is voornamelijk eerst bekijken hoe mooi het is geworden natuurlijk. En dan ga je uiteindelijk een zigzagroute volgen om eens te kijken waar alles staat. En u kent de oude winkel ook? Jazeker. Dus u komt hier altijd boodschappen halen? Ja, ik kom hier eigenlijk altijd boodschappen doen, ja. Dus, is het echt een hele verbetering met wat het was. Ik zie dat u een kar vol boodschappen heeft, dus u heeft wel een rondje door de winkel gemaakt. Ja, het ging wel van links naar rechts, maar we hebben een rondje gemaakt, ja. Dus de vraag is aan u, hoe bevalt het u? Ja, het is heel vernieuwend, heel veel verse spullen. En het moet alleen de weg nog vinden, maar ik zie het allemaal heel goed uit. Vooral de nieuwe dingen zoals de sushi en allemaal ook wat je kant en klaar warm kunt kopen. Op 10 september om 12 uur beginnen 12 lopers aan een reis naar Hongarije.
Ze vertrekken vanaf de markt naar Nagakeres in Hongarije om daar te beginnen aan een estafetteloop van 1534 kilometer naar huis. Wij gaan een hardloop-estafette doen. Wij gaan hardlopend van Nagakeres naar Haaksbergen. Nagakeres is een vriendschapsgemeente van de gemeente Haaksbergen. In 2002 hebben de Hongaren dat al een keertje gedaan. Dat heeft ons toen wel geïnspireerd, zeg maar, om dat ook eens te gaan doen. Dat heeft wat jaren rust gehad, zeg maar. We hebben wat roparens gedaan. En op een gegeven moment toch bedacht met elkaar van, nou, als we dat nog een keer willen doen, dan moeten we een keer beginnen met de organisatie. Maar dat was ook een uitdaging om een team bij elkaar te krijgen. Je bent ruim een week onderweg. En dat maakt dat mensen daar de nodige vrije dagen voor moeten opofferen. En bij de ene is dat wat makkelijker dan bij de ander. Dus dat was wel even een zoektocht. Ja. Maar uiteindelijk is dat gelukt. We zijn nu met 22 deelnemers. We kunnen nog een paar fietsers gebruiken. Daar zijn we nog lichtelijk naar op zoek. Maar in dit geval zijn het er 22 en daar lukt het ook mee. En dat zijn dan 12 lopers. En die worden geassisteerd door of geholpen door fietsers, teamcaptains, fysio's, chauffeurs. En met elkaar moeten we het doen. Linda, hoe lang ben jij al lid van de atletiekvereniging? Ik ben, ik denk nu een jaar of 13 lid van de atletiekvereniging. Samen met Fons, die je net ook gesproken hebt, en Gerard Boyink vormen wij samen het bestuur van de Stichting Haaksbergen Runners. En wij organiseren samen deze loop met z'n drieën. Het doel van deze loop is het eigenlijk hetzelfde als dat we ook altijd hebben gehad met Robberen, de palliatieve zorg. Ik ben zelf werkzaam op het hospice in Enschede. En wij willen dus met deze loop zoveel mogelijk geld op zien te halen om 3 hospices te ondersteunen. Die van Haaksbergen die onlangs geopend is. De Robberen Hospice in Hengelo. En de hospice in Enschede, waar ik dus, zoals ik zei, zelf al werkzaam ben. En het motto wat wij dus eigenlijk hebben, is eigenlijk hetzelfde motto als ook destijds de Robberen had al. Leven toevoegen aan de dagen waar geen dagen kunnen worden toegevoegd aan het leven. Ja, wij zijn druk op zoek naar sponsoren. We zijn al door heel veel sponsoren gelukkig ontzettend goed geholpen middels hun gaven. En daar zijn we ook ontzettend dankbaar voor. Maar er kan natuurlijk altijd meer bij. We hebben ook kosten die we moeten maken om deze run mogelijk te maken. Moet ik zeggen, wij betalen als teamleden allemaal onze eigen bijdrage. Dat het dus niet allemaal gaat van jullie gaan maar en het gaat allemaal van dat sponsorpotje af. Nee, die betalen wij dus echt allemaal zelf, die kosten. Dat vind ik ontzettend knap van jullie. Dat moet toch ook allemaal maar even gebeuren. Je neemt een week vrij, je traint ervoor en je betaalt je eigen reis- en verblijfkosten. Ja, daar komt het inderdaad wel op neer. Er worden natuurlijk ook een teamkleding komt er dan ook van. Kijk, en dat vinden wij dus, dat hoeft niet uit sponsorgelden betaald te worden. Dat vinden wij, wij willen wat doen, maar wij willen ook aan de sponsoren laten zien dat wij er zelf ook wat voor doen. We hebben 12 lopers, die hebben we verdeeld over 3 teams. Elk team die neemt steeds een etappe voor zijn rekening. Dan lopen ze in principe 60 kilometer. Dat doen ze met z'n vieren in estafettevorm. Na 60 kilometer worden ze gewisseld door team B. En na 60 kilometer wordt dat weer vervangen door team C. En dan herhaalt zich het verhaal. Wij gaan het echt non-stop doen, dus ook dag en nacht. En dat gebeurt op 10 september. En als alles gaat zoals het moet gaan, dan gaan we om 12 uur gaan we starten. En dan hopen jullie op 16 september terug te komen als de Kennedy Mars er is, hè? Ja, dat is afhankelijk van het gemiddelde. Hongarije en dat stukje Oostenrijk waar wij lopen, dat is nog redelijk vlak. Dus dan kunnen we dat gemiddelde van 12, dat zal wel gehaald worden. Tsjechië, Zuid-Duitsland is wat minder vlak dan we hier gewend zijn. Dat is ook even de vraag hoe wij daar als loper op reageren. Heuvelachtig terrein is toch wat zwaarder. Dus we gaan zien wat dat met het gemiddelde doet. Maar ja, dat bepaalt natuurlijk wel hoe laat wij hier in Haaksbergen binnen zijn. Dus dat is nog even afwachten. Ons streven is om de zaterdagmiddag, zo rond middaguur, hopen wij toch wel een beetje binnen te komen. Als ook de lopers van de Kennedy maar 's nachts weer binnenkomen, hopen wij het ook ongeveer tegelijkertijd te finishen.
Wij hebben een hele grote bus gehuurd. Dat is een omgebouwde touringcar, tot camper omgebouwd. Daarin zitten 10 slaapplaatsen, 10 vaste slaapplaatsen. Maar er zit ook een keuken in met 2 vriezers, koelkast, noem maar op. En daar slapen wij dus in tijdens het vervoeren en op de momenten dat je rust hebt, die 10 minuten rust. Maar er moeten ook veldbedjes meegenomen worden, omdat wij natuurlijk voor 22 personen niet voldoende plek hebben in die bus. Dus zullen ook mensen buiten op de veldbedjes moeten gaan slapen. Of... Het gaat echt heel low budget, hè? Jullie doen zelf de boodschappen vooraf. Ja, dat klopt. Ik ga donderdag al de boodschappen doen met de dames van de boodschappenploeg. Maar ja goed, wij zijn te beperkt om alles al voor een week mee te nemen. Dus we moeten onderweg ook al onze boodschappen nog zien te doen. Er zou een kok meegaan, maar die moest helaas afhaken vanwege drukte in zijn eigen bedrijf. Maar deze kok heeft dus wel zich bereid gevonden om voor een aantal dagen al sausen te maken. En ook rekening houden met de dieetwensen, eetwensen van onze lopers. Ja, dat is de eigenaar van de Groene Weide, Martin Huneman, die gaat voor ons de eerste aantal dagen de sausen allemaal maken. Dat wij in ieder geval de eerste paar dagen gered zijn met het eten. Ja, ik denk dat het overgrote deel van het team lid is van de atletiekvereniging. We hebben daarnaast een stichting opgericht, de Haaksbergen Runners. Om in ieder geval wel een scheiding te hebben, zeker qua gelden, met de AVH. Maar er is wel een directe en hele dichte band met de atletiekvereniging. Dat is ook logisch, omdat de lopers natuurlijk voornamelijk uit eigen kring komen. Aanstaande donderdag vertrekken we met de grote bus. In eerste instantie met 9 personen. De bus is wat langer onderweg, dus daar gaan wij iets eerder mee vertrekken. We vertrekken dan van de markt vanaf uit Haaksbergen. De gemeente die trakteert nog op een kopje koffie voor die mensen die daarbij zijn bij het uitzwaaien. Op vrijdag vertrekken de 4 busjes, 3 parcoursbusjes en een materiaalbus. Die gaan dan op weg richting Hongarije. Op zaterdag wordt er nog iemand ingevlogen die vanaf zijn vakantiebestemming via Brussel naar Boedapest wordt die dan opgehaald. En halverwege de run dan zitten we ongeveer in Tsjechië bij Gep. Of Shep, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. En daar pikken we nog een fysiotherapeut op die dan aansluit. En dan zijn we eigenlijk compleet. Wat wij ook nog gaan doen is, voordat wij echt onderweg gaan na het koffiedrinken bij het gemeentehuis, gaan we ook nog even langs de hospices. Zodat onze teamleden weten eigenlijk waarvoor zij het doen. Zondag 27 augustus is Jelle Golbach in Amsterdam Nederlands kampioen hoogspringen geworden. Met een hoogte van 1,89 meter. Dat is ook een persoonlijk record. Jelle, wij zijn hier toevallig voor een andere gelegenheid op de atletiekbaan. En nu horen wij tersloops dat jij Nederlands kampioen hoogspringen bent geworden. Ja, dat klopt. Afgelopen zondag NK gehad en dat ging redelijk goed. Nou, super eigenlijk. Ben jij eigenlijk al lang lid van de atletiekvereniging? Ja, ik denk 7 jaar. Nou, ongeveer. Ja, 7,5. Nou, ik vind dat onvoorstelbaar, hè, dat iemand gewoon Nederlands kampioen wordt. Hè? Gewoon een jongen uit Haaksbergen die hele lengte zo hoog weet te krijgen dat je Nederlands kampioen wordt. Hoe hoog heb jij gesprongen? 1,89, ja. En behalve sport doe jij natuurlijk ook nog andere dingen. Wat voor schoolopleiding doe jij? Ik ben net begonnen aan 4 HAVO, hier ook in Haaksbergen, op de bouwmeester. Hoe oud ben je, als ik vragen mag? Ik ben 15. Geweldig. En jouw familie is ook heel sportief, hè? Ja, mijn moeder die loopt zelf ook hard bij de AVA en mijn vader die tennist. En ik heb een broer die fiets en motocross doet. Hoe vaak per week train jij daarvoor? Ik kan, als ik wil, 4 keer trainen en ik probeer minimaal 3 keer aan te houden in de week. Ik doe ook de woensdag krachttraining en de andere bestaan voornamelijk uit springen, maar ook gewoon de rest wel, zoals koolgestoten, verspringen. Even kijken, ik begon zaterdag met de kwalificatie. Ik moest minimaal 1,65 springen om me te kwalificeren voor de finale van zondag. En dat is gelukt. Alles in 1 keer gehaald. En die zondag beginnen met een warming-up. En dan we begonnen op 1,65 en dan steeds iets hoger. Ging steeds met 3 centimeter omhoog. En alles in 1 keer gehaald. Behalve de 1,86. Die heb ik in 2 pogingen gedaan. En dan de 1,89 ook weer in 1 keer. Dus dat was super. En Jelle, hoeveel mensen deden mee aan dat kampioenschap? Ik geloof 32 in de kwalificatie. En daarvan zijn er 15 doorgegaan naar de finale.
En je hebt een mooi t-shirt aan overgehouden en een medaille, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Een mooie shirt van AAC en de gouden medaille. Super. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Op 15 en 16 september wordt alweer de 31ste editie van Kennedy Mars georganiseerd. De Kennedy Mars is een groot internationaal wandelevent voor actieve wandelaars, waaraan jaarlijks duizenden wandelaars mee deelnemen. We zijn hier bij de wandelvereniging Dio. Hoe ben je ooit bij wandelen begonnen? Ja, dat is jaren geleden natuurlijk. Maar ja, gewoon, ik liep heel vaak met mijn broer met de hond uitladen. En dat ontaarde in naar een wandelvereniging te gaan. En dat was hier Dio Haaksbergen. Hoeveel jaar geleden was dat? Poeh, nou vraag je wat. Ik heb 38 keer de Vierdaagse gedaan. En liep ik een jaar of 3, 4 echt verenigingsverband. Dus binnen 40 jaar. En nu heb je een bestuursfunctie. Hoe ben je daarin gerold? Ja, je steekt dus op een keer de vinger uit en je zegt eens een keer wat van, goh, kun je dat niet anders doen? En dan zeg je, goh, weet je dat? En dan ja, je zit er zo bij. En je geeft één vinger en ze pakken de hele hand. Ja, en zo ben ik hier al jaren bij. Een herkenbaar gezicht, ook een herkenbaar gezicht, daar ben jij. Hoe ben jij ooit hier terechtgekomen? Ja, eigenlijk via mijn man die altijd meeliep met de nachtmarathon. En ik vond het altijd zo'n mooi gebeuren dat ik dacht van, nou, wil ik best wel wat aan bijdragen. Toen heb ik me opgegeven voor een functie binnen de organisatie. Nou ja, wat de meneer voor mij al zei, als je één keer wat geeft, dan nemen ze ook meteen je hand. Dus ik ben meteen de secretaris geworden. Dus heel leuk. Hoe lang doe je daar de werk al? Sinds 2012, dus het is mijn lustrumjaar. Een van de belangrijkste wandelingen die jullie organiseren is de Kennedy Mars. Heel lang organiseren jullie al. Hoe lang eigenlijk al? Dit is ons 31ste jaar dat wij hem mogen organiseren. Hoe was dat om het in het begin te mogen organiseren? Ja, spannend. Want ja, er waren toen weinig Kennedy Mars, 18 in totaal. Je kunt een beetje afkijken bij andere organisaties. Maar ja, je moest toch heel veel, en daar zat ik toen nog niet bij hoor, toch heel veel zelf uitvinden hoe het allemaal moet. Maar jullie waren een van de weinigen die dat toen nog organiseerden, vergeleken met nu. Ja, 31 jaar geleden toen wij begonnen waren er 8 Kennedy Marsen in Nederland. Hoeveel worden er nu georganiseerd? Ik zou het niet weten, maar heel veel. En hoe langer, hoe meer. Is het niet te veel? Voor de wandelaar waarschijnlijk niet, maar ja, geen idee. Dat kan ik niet zo zeggen voor de wandelaar natuurlijk, maar het is wel heel veel. Het is volgens mij wel elk weekend raken, als je dat zou willen. In principe zijn er te veel Kennedy Marsen. En dat uitzicht ook dat er toch ook wat afvallen nu. En dat komt ook mede door de organisatie, de vergrijzing. Mensen krijgen geen vrijwilligers meer die bereid zijn om zo'n heel weekend en die hele voorbereiding daar actief in te zijn. Heb je dat probleem ook? Gelukkig nog niet. Nee, dat gaat nog steeds goed. Het is een beetje vegen en mensen hier op een post zetten en daar weer op een post zetten. Maar het gaat gelukkig nog steeds goed. We hebben 's avonds de 80, 42 en 21. En zaterdag overdag beginnen de 40, de 21 en de 10. 80 kilometer, dat is nog wel een eind. Ja, dat is een heel eind. En daar mogen ze 10 uur over doen, tot maximaal 20 uur. Dus 4 kilometer is het langzaamste en 8 is het snelst. En die jongens die hebben erbij, die 8 makkelijk halen. Ik heb het zelf wel eens meegemaakt. Ik heb wel eens begrepen dat mensen 2 Kennedy Marsen in één weekend wandelen. Ja, die zijn er. En dat zijn er maar een paar. Maar een stuk of 10 hebben wij wel eens. Dan gaan ze hier weg, dan springen ze in de trein, slapen ze een paar uur in de trein. En gaan slaapwandelend weer met de volgende verder. Hoe ziet de route er voor 2017 eruit? De eerste lus, we hebben 2 lussen. De eerste lus is hetzelfde als vorig jaar, richting Twekkelo en Enschede. Die blijft zo, het blijft gehandhaafd. En de tweede lus die gaat via Buurze naar Ahaus, Lunten. En dan door het Veen. Het andere jaren gingen we dwars door het Veen en we gaan nu langs het Veen. Want ja, het Veen wil wel eens drassig zijn en na 50, 60 kilometer, zeker voor de Kennedy Marsen, ja, die mensen die hadden inderdaad wel heel erg zwaar. In het weekend dat we hier van start gaan, ruim 100, 120 vrijwilligers. En de ene die doet een paar uur met een oversteekpost, of een uur, dat is ook een vrijwilliger, ook ontzettend belangrijk. We zijn er ook wat bij, die beginnen vrijdagmiddag al tot en met zaterdag 6 uur. Sommigen slaan natuurlijk een nacht over. Ja, uiteraard doen wij zelf ook. Maar de wandelaar ook, dus waarom wij niet? Nou, we hebben dit jaar een heel mooie, spectaculaire lichtshow op de Pancratiuskerk. Dus ik zou de mensen aanraden, ook al wandel je niet mee, ga gewoon even naar het centrum van Haaksbergen. Vanaf 8 uur is er echt heel wat moois te zien. Ze kunnen het beste naar onze website www.kennedymarshaaksbergen.nl/inschrijven. En daar volgt alles vanzelf.
Kom je er niet uit, kan je altijd rechtstreeks contact met ons opnemen via de mail of via de telefoon. Zit er een leeftijd aan verbonden? Voor de kennisma's is minimaal 16, ja. Hoeveel wandelaars verwacht je aan de start? 1100 tot 1200. Laten we dat hopen en dan maak er een mooi weekend van. Dankjewel. In de eerste week van september worden de Schuttersfeesten georganiseerd in en rond het Schuttershoes in Haaksbergen. Naast de traditionele onderdelen is er een uitgebreid programma in de feesttent. Maar eerst de opening. Geacht koningspaar, Rob Lankeert en Rita Wessels Lankeert en jullie hofhouding Lindy Lankeert en Dinant Wessels. Prinses Marlen ten Asbroek en haar adjudant Jitle ten Asbroek en hun ouders. Ook een bijzonder woord van welkom voor mevrouw Nijhuis namens het gemeentebestuur. Schuttersvrienden en vriendinnen. Voor de 232e keer staat de Haaksbergse schutterij aan de vooravond van haar jaarlijks schuttersfeest en het koningsschieten 2017. Het is op de kop af 20 jaar geleden dat we zijn begonnen met een grote feesttent voor de Schuttersfeesten. Dit weekend is het natuurlijk eerst Schuttersfeest. Met vanavond de aftrap, met Ecstatic. Deze vrijdagavond staat al een beetje bekend als de reunion party. Schutter 1, vuur! Schutter 2, vuur! Schutter 3, vuur! De Schuttersfeesten betekent ook gezelligheid in de feesttent. Dat bleek ook wel op 1 september toen de band Ecstatic optrad in de grote tent. Het bleef lang gezellig. Thank you.
onderdeel bij de schuttersfeest is het koningsschieten. De Haaksbergense schutterij heeft een nieuwe schutterskoning, Albert Oldemans. De jeugdprins is Duc Lohman, de jeugdprinses is Jitte Lohman. De kop is eraf geschoten door Lindy Lankheet, de rechtervleugel door Gerrit Sloopman, de linkervleugel door Norbert Oldemans. Hey, je, hè? Ja, kom maar naar je, ja, ja. Albert, voor de derde keer schutterskoning. Hoe is dat? Voor de eerste keer in de schutterij in die 200 jaar werk dat de wie bestaat is. De eerste keer dat hij een drie keer koning is geworden. En dat voelt heel goed. Ja, je gezondheid laat je een beetje in de steek, maar het schiet hem blijkbaar niet. Oh, gezondheid. Ik ben er volgende van de week, ik heb hem geneust. Volgend jaar is het Europees schieten. Ja. Mooi of niet? Ja, dat is vind ik hartstikke mooi. Ik denk dat ik met den op mee nemen. Wat heb je met de schutterij? Wat ik ermee heb? 65, nee, niet helemaal. Volgend jaar 60 jaar lid. 60 jaar lid volgend jaar. Nou, dat zit in ons bloed, zit dat. Dat is ervaring in die 60 jaar, zeg maar. Je hebt er vaak naast gezeten en nu was hij weer flink raak. Ja. Hoe ga je dit vieren? Nou, niet zo heel veel, denk ik, vandaag. Maar morgen heb je weer een hele dag. En ik was al minder in, maar zeggen, zondag ga ik niet mee. Ja, nou mokwa.
Johan Diepemaat, jij zit bij de toiletten. Daar hoort natuurlijk iemand te zitten, maar je zit ook met een goed doel. Ja, we doen voor elk jaar een goed doel uitzoeken. Moet er wel een stichting zijn. We doen dat al jaren. En welke stichting is het nu? Stichting De Opkikker. En hoe bepalen jullie dat? Doe je dat alleen of doe je dat gezamenlijk? Meestal doe ik het alleen of met het voetbal of met de huiswaardeschutterij. Dus. Is het over deze 3 dagen, je hebt het 3 dagen gezeten, is de 3e dag. Hè? En wat heb je tot nu toe al opgehaald of mag ik dat nog niet vragen? Nou, vandaag gaan we een klein bedragje al. Zoals vandaag gaan we heen niks aan die jonge jeugd. En zoals middag met die bedrijfskinderen, dat gaat goed. Dan gaat de centjes goed rollen. Wat verwacht je zo'n beetje? Ja, vorig jaar heb ik toch rond de €200. Dus we moeten aan je maar wachten. Er is eigenlijk dus voor €200 is ze geplast, zeg maar. Nou, daar gaat het om. Ja, dat kunnen we dus wel zeggen. Oké, dan ga ik eventjes naar de linkerkant van mij. Hallo. Hallo. En je naam is? Elona Telintelo. Elona, jij kan wat vertellen van de opkik. Ja, zeker kan dat. Mijn dochter, Meike Groot-Bruindrink, is ambassadeur. Ze staat al achter ons klaar. En als je ambassadeur bent, dan betekent dat je voor het goede doel dus geld inzamelt door een actie te gaan doen. Nou, ieder jaar doen wij een actie en dat doen wij niet zomaar. Meike zelf heeft een handicap en heeft heel vaak in het ziekenhuis gelegen. Toen heeft ze ook een opkikkerdag gekregen. Nou, voor dus kinderen die ziek zijn, langdurig ziek zijn of in het ziekenhuis liggen. Daarvoor is zo'n opkikkerdag. En daarvoor samelen wij geld in. Want als je zelf zo'n dag hebt gehad, kan je het ook voor een ander doen. En wat wordt er zo'n beetje gedaan dan, gegeven? Met zo'n opkikkerdag? Oh, van alles. Als een kind heel ernstig ziek is, dan mag een kind echt zelf kiezen. Een helikoptervlucht bijvoorbeeld, dat soort dingen. Of racen op een racecircuit. Maar voor alle kinderen die gelukkig weer beter worden en die daarna naar het ziekbed weer door kunnen gaan. Voor die kinderen is er dan een hele dag, vaak in een pretpark of in een dierentuin. Nou, en dan mogen ze daar lekker spelen, rondlopen en broodjes erbij, alles erbij. Sprookjesfiguren lopen er rond. Ja, het is gewoon één grote dag feest eigenlijk. Om te vieren dat je gezond bent. Dat is heel wat, hè, wat er dan gedaan dus kan worden. Hoe lang bestaat de stichting? Oh jee, dan vraag je me wat. Nou, de stichting is niet van mij, hè. Het bestaat al wel een aardige poos. Ik denk wel 1 jaar of 10. Nou ja, en heel veel ambassadeurs. Dus alle kinderen die ooit zo'n dag hebben gehad, zijn ambassadeur. Oh, dat is erg leuk. Heel leuk. Ja. Dus ja, Meike is ook ambassadeur. Dus Meike die probeert van alles te verzinnen. Ja, dan moet moeders meedoen. Ja. En dat doe je dus met heel veel plezier en met heel veel overgave. Dat is natuurlijk logisch. Ja. Wanneer wordt zo'n beetje dus het geld overhandigd? Meestal rond november, begin december. Dus hoop ik dat. Dan doet de huiswerking, waarbij ik kom op de huiswerking. En doet de huiswerkschilderij, verdubbelt dat weer. Het bedrag nog. Dus hij kan €700 zijn. Kan ook. Daar gaat het om mezelf. Heel veel succes, ja. Ik vind top dus 3 dagen dat je daar zit. Mm-hmm. En dat jij er toch dus maar ook weer bij staat. Mag ik nog even iets aan toevoegen? Want als je zo'n actie doet, heb je ook spullen nodig. Nou ja, goed, dan moeten we mensen sponsoren. In dit geval sponsort Blend New Day. En die gaan ook sapjes persen, maar sponsort ook het fruit. Wat wij dus gaan verkopen voor de stichting. En dat is dus Brenda ten Verget. Zij is al druk aan het werk aan die kant. Okay. Heel veel succes. Het mooie weer is erbij, dus het zal best dus wel goed komen. Dankjewel.
What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? I lie in the